opening van onze jurywagen. En dat gaat gebeuren door Kira en Catharina. Zij openen de jurywagen die onder leiding van Eduard Vink helemaal zo gemaakt is. En natuurlijk een dank aan al onze sponsoren. Hala Vinke van de Skielenclub Woldenbroek, lid van de activiteitencommissie. En ik ga jullie wat vertellen over wat we vandaag hier allemaal te doen is en te zien is. Vandaag is het seizoen gestart met de Skielen Promotiedag. En u begrijpt als we een promotie zeggen dat we graag willen dat de jeugd van Woldenbroek en ook de volwassenen gaan skieleren. En dat kan hier op de club in Woldenbroek aan de Stoudamseweg 12. Hier wordt elke dinsdag en donderdag getraind door de jeugd en ook nog op de woensdagavond door de recreanten. Dus wat dat betreft voor elk wat wils. Vandaag een schitterende dag, opkomst van bijna 160 kinderen, ontzettend overweldigend. Daar zijn we heel erg blij mee. We zijn vanochtend begonnen met clinics door bekende skileraars. We hadden Sharon Hendricks, Luc ter Haar, Gerco van der Beek, Ruben Wieberdink, Andrea Hoksen en Marieke Kroes. En die hebben ons jeugdclinics gegeven en het was geweldig. We zijn natuurlijk ook ontzettend blij met de enorme opkomst van vrijwilligers die ons geholpen hebben om de catering voor elkaar te hebben, de loterij, dat alles loopt, de skielers die geleend konden worden. Het was echt een super dag. Nou, we zijn net verder gegaan met de opening van de jurywagen, want eens in de zoveel tijd is er op vrijdagavond het bergtektoernooi, waar ook de jeugd van harte welkom is. Of je nou lid bent of niet, iedereen is welkom. En dan mag je meedoen aan het toernooi. En daar hebben we die prachtige jurywagen voor gemaakt. En de bedoeling is dat van daaruit gejureerd wordt. Dus we zijn weer beter voorzien en daar zijn we ontzettend blij mee. Want het is volledig gesponsord. Dus daar zijn we trots mee op en ook heel erg blij mee. Oké, verder hebben we vandaag ook nog een prachtig springkussen staan. De kinderen hebben zich kunnen vermaken. Er zijn ook altijd kinderen die liever niet skieleren, maar ze kunnen toch lekker spelen. Verder hebben we ook nog de stand van Stoudam. Die staat er met allerlei materialen, tweedehands skielers, materialen die nodig zijn voor de skielers. Wat kleding, ook de club staat er met kleding. Dus ook, nou, door de opkomst van zoveel kinderen, moesten we ook voor zoveel kinderen, dus wel meer dan 150 kinderen, patat bakken. En dat was voor de dames in de keuken een hele klus. Heel veel werk, maar ze hebben het gered en het was heel fijn. Nou, dan wil ik het hierbij afsluiten, deze schitterende dag. En, hopelijk tot ziens op de skielenbaan in Woldenbroek.